Oké, durf jij te springen? Nee, niet doen. Meen je? Hallo, ik ben Rutger en wat leuk dat je naar deze nieuwe video kijkt. Week 2 van februari zit er alweer bijna op, maar niet voordat we natuurlijk eventjes op zaterdag gezellig gaan bijkletsen, terugblikken en gaan genieten van hele rare, awkward, gênante bloopers. Afgelopen week waren er 5 superleuke YouTubers te gast en ik heb natuurlijk weer een weekvlog daarvan gemaakt. Dus daar kunnen jullie allereerst van gaan genieten. En daarna heb ik natuurlijk weer 5 hints voor de 5 YouTubers die komende week te gast zijn. En waarmee je dan natuurlijk weer een superleuke, fabuleuze prijs kunt winnen. Maar dat straks, dus ik zou zeggen, doe alvast eventjes een duimpje omhoog en geniet van deze weekvlog vol met bloopers. Ik sta op het punt om te vertrekken naar de volgende YouTuber. Ik ga helemaal naar de andere kant van Nederland. Het is echt meer dan 1,5 uur rijden. Maar het is het waard, want ik ga vandaag naar Jill en naar Milan en natuurlijk naar Pip. Ik heb ze echt veel te lang niet gezien, dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb een tas vol met gekke dingen bij me. Althans, er zit een doos in en een heel leuk spel dat we gaan doen. En ja, let's go! En inmiddels ben ik heel erg gezellig gearriveerd bij Jill. Hoi! En bij Pip, die ligt hier lekker iets te eten. Is het lekker? Ja, hè? Oh, je gaf een stroomschokje. Ja, heel zielig. We krijgen allemaal stroom de hele dag door. Oh. We zitten eventjes lekker koffie te drinken, een beetje bij te kletsen en zometeen gaan we video's opnemen. Ben je een sigaartje aan het roken? Ja. Oh. Heel leuk, alle kerstkaarten hangen hier van Jill. En hier is die van Thomas en van mij. De leukste! Nou, dankjewel. Ondertussen hebben we de video's opgenomen, zowel voor mijn kanaal als voor het kanaal van Jill. En het was echt heel erg grappig. De mouthguard challenge. Ik heb nog steeds een beetje zere mondhoeken. Jij ook? Ik ook. Oh, en op Jill de kanaal hebben we de What's in my mouth challenge opgenomen. Oh, en dat was ook heel erg vies en leuk en grappig. Nou, het is weer tijd om te gaan. Ik heb heerlijk gegeten. Yes. Dankjewel daarvoor. Graag gedaan. En we hebben volgens mij 2 hele leuke video's opgenomen. Ja, dat weet ik wel zeker. Vooral jou. Nou, we gaan in ieder geval nu kijken naar een aantal beelden die de video net niet hebben gehaald. Pip. Doe je alles mee, Pip, zo meteen met de mouth guard challenge? Je hebt er wel het snoetje voor, hoor. Ik wil deze camera hebben. Ja, sorry. De jongste speler mag beginnen. Nou, dat ben jij, denk ik. Hoe oud ben jij? Weet niet meer. Dan ga je zelf de opdracht uitvoeren voor alles dat je de antwoord noteren. Zal ik de volgende kaart gewoon jij geven? Ik heb ze zo goed geschud. Hoe vaak gaan we dat eigenlijk doen dan? Geen idee. Oh. Tot ik 10 minuten 1 heb. Nee. Ik scheur even de trui in. Ik heb een meis zoiets groot. Oh, ah. Alles zo. Het is een nieuwe video. Maar tot die tijd, stay curious! Stay curious! Dit is echt heel raar. Moeten wij nog een thumbnail maken? Oh ja. Kijk, hier is het. Iets verder, iets verder. Ja. Hartstikke leuk. Oh my god. En ondertussen is Gio er. Hi. Heel erg leuk. We gaan echt voor het eerst samen video opnemen. Ja, allereerste keer, echt. Inderdaad. Ja, nou ja, dat gaat vast helemaal goed komen. We hebben net allemaal leugens zitten bedenken. Ja. En dingen die waar zijn voor jouw video. Ja, klopt. En we gaan bij mijn video, die heb je natuurlijk nu al gezien, gaan we een onmogelijke challenge doen. Dus allerlei dingen gaan we proberen mogelijk te maken die eigenlijk onmogelijk zijn. Dus dat gaat vast goed komen. Ja, meteen. Ik hoop het. Ja. Oh shit, nu Jack had ik. Dit kwam. Ik heb een ongelukje gehad. Onmogelijk was. Onmogelijk. Ja, want als wij het niet kunnen, dan kan.
Ah. Dan kan niemand het. Oké. Okay. Oh. Nou, de ambulance is onderweg. Die hoorden het. Je buren hebben de ambulance gebeld. Ja, dat denk ik ook. Oh ja, oh, heel dom. We hebben een A4'tje nodig, maar dat heb ik... Of gewoon papier. Om een of andere reden doe ik altijd deze la open als ik iets zoek. Dat zat van heel random. En kijk eens wie er hier is. Hoi. Joy. Super gezellig. Ja. We gaan vandaag 2 video's opnemen. Ja. Eerst voor jouw kanaal. Ja. Wat gaan we ook weer doen? Ik ga revenge nemen, want de vorige keer bij geen ja, geen nee, geen was ik zo slecht. Heb je geoefend? Nou, ik heb... Oeh, daar gaat het al mis. Oh, ja, we kunnen het beste nu al een beetje oefenen. Ja. Oh, nou. Dit wordt leuk. Nee, jij ook, ja. Oh. Duurde even. Ja, maar... Dan heb je ook wat. Oh, we hebben echt gewoon een kwartier gepuzzeld hoe we de setting het beste nu konden maken. Met het licht en zo. En de geen ja, geen nee, geen challenge staat erop. Ja. Dus die kunnen jullie zien op het kanaal van Joy. En nu gaan we de YouTuber poppen challenge opnemen. Kijk, dit is echt zo freaky. Ik had deze dingen dus gevonden bij zo'n soort eurowinkel. En ja, dit staat dus al een tijdje op mijn kamer en elke keer als ik ze zie, dan schrik ik me dood. Dus ik ben blij dat we ze nu eindelijk gaan verven. Kijk, hier hebben we allemaal verf en schmink en make-up. En ja, we gaan dus allebei een pop versieren en dan kijken of we kunnen raden van elkaar wie we hebben gemaakt. Ja, ik ben benieuwd. Ik ook. Daar gaan we. Dus de microfoon, hoe hard die staat instellen. Dus we moeten even praten. Oké. Dat is... Hallo allemaal! Ja, hij mag iets zachter, denk ik. Dat was een test hoor. Oh. Heel zielig hier al zwaaien. Heel eng. Echt een beetje Pretty Little Liars-achtig. Ja. Ja. Auw. Gaat het? Ja. Okay. Zo. Kijk eens wie er net binnenkomt. Richard, waar ga je heen? Ja, ik word wel gemakkelijk. Waar is Richard? Hoi. Hallo. Ben jij ook al aan het vloggen? Ja, dit heb ik je nog niet verteld. Nou, dus jij zit er nu ook in. Yes! Oh, dat mag ik in een video? Ja, 2 keer dus. Deze week. Heel leuk, want de andere video staat al online. Die gaan we nu nog opnemen. De lampen staan al hier achter klaar. Ja. Maar dat... Ja, dat... Ja. Heel leuk idee. Leuk, hè? Leuk dat je er bent. Kan ik eindelijk in het weekend ook eens wat doen? Gaan we eerst even het greenscreen pakken. Die ligt nog in de kelder. En jij gaat mee. Fuck. Want ik wil niet alleen, dat is heel eng. Dit is niet catnetproof. Kan je gelijk even helpen met het dragen van deze kist? Oh, kom maar. Ja, de deur maar open. Oh, die camera is wel zwaar. Ik niet. Je bent wel lomp hoor. Nee, ik ga het ook niet voor je doen. Oké, okay, durf jij te springen? Nee, niet doen. Meen je? Je weet dat ik het niet doen. Wat? Nee, even heel langzaam. Nee, maar even zonder dolletjes. Je was niet. Je dolletjes. Was zonder dolletjes. Ja, echt langzaam. Carrière zit wel aan de lift met jou. Ik wou er even een slechte grap over facelift maken die je wel kan gebruiken. Nou! Dacht ik, nee. Nou. Wat heb je een mooie kamer? Dank. Zo mooi ruim. Kleurtje setting. Ik heb ook een foto van jou in 3D uitgeprint. Zijn deze mensen. Of mensen? Vissen. Deze vissen, heel handig, fantastisch. Zou die goed zijn? Camera aan! Zou het zo goed zijn? Ja, jij bent hier. Zitten we zeg maar niet dat jij al het beeld hebt? Ja, dat maakt niet uit. Dat is goed voor de views. Ja, jij bent hier de YouTuber, regel het. Moet je niet nog iets aan je hoofd doen? Ja, jij hebt je gepoederd weer zeker. Nou, daar gaan we hoor, jongens. Ja, maar wacht. In 3, 2, 1. Oh, moet ik hem openen? Grapje. Hallo familie, ik ben Rutger en... We kunnen ook openen met een liedje. Ik wil eindelijk een liedje. Wat voor liedje? Ja, een leuk intro liedje. Okay. Alle leuke video's hebben een leuk intro liedje. Ja, maar moeten we dat nu nog snel bedenken? Moet het met melodie of met een... Ja, jij, weet ik veel. Jij hebt altijd een... Je zat net nog te neurien. Waar is Richard? Waar is Richard? We begonnen dus net de video, maar Richard wil een liedje zingen. Ik wil een liedje. Nee, dus... jij gaat hem zingen, maar ik wil horen. Nou, dus ik ga nu eventjes op mijn MacBook kijken om te checken of we snel een liedje kunnen maken. Dat moet lukken. Leuk. Ondertussen is Rutger een liedje aan het maken. De tekst is gaat heel ver en diep. Waar is Richard? Zit. Waar is Richard?
Salaris Richard. Ja, dit wordt hem hoor. Ik voel het. Nou, dan snap ik niet waarom ik... Jij zit helemaal niet in beeld trouwens. Zeg je dat nu pas? Nou, ik zie je. Ik zit niet te kijken, maar je zit zo... Echt? Zit je altijd half in beeld? Ja. Waarom zeg je dit niet eerder? Ja, ik kijk toch niet op dat schermpje. Kijk, ja, dat ding... Opschuiven. Oh. Nee, kom terug. Waar is de andere helft van Richard? Zo. Ben ik in Nederland? Ik heb nog niks bedacht eigenlijk. Oh. Ik had er maar twee voorbereid. Ja. Even denken. Ik heb mijn spullen gepakt om een hele wereldreis te gaan maken. Ik ga vandaag naar Dylan toe. En zoals je misschien wel weet, woont Dylan helemaal in Limburg. Ik kan het accent niet, ik doe altijd een Brabander na voor mijn gevoel. Maar ja, dat is dus voor mij... meer dan anderhalf uur rijden. En ja, ik heb net even gekeken. Gelukkig staat er geen file. Dus laten we het hopen dat het bij die 1 uur en 45 minuten blijft. Maar ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Want het is altijd super gezellig. Wat is dit voor wekker? Oh, dat ik naar Dylan moet vertrekken. Ja, dat ga ik nu doen. Dus let's go. Ik heb trouwens altijd het liedje van Tesco als wekker. Night from the hollow bombs beneath your eye. Het voordeel is nu wel dat ik 2 uur lang kan meezingen met alle liedjes uit de Virtue's Favorites lijst. Mocht je die nog niet volgen, check dan eventjes virtue.com/spotify. Ik zet altijd nieuwe leuke liedjes in de lijst en dan blijf je op de hoogte van super leuke nieuwe muziek. Zoals bijvoorbeeld Brick Wall van Jamila. Yay! Wat een wereldreis als dit, jongens. Het is hier wel enorm zonnig gelukkig in het prachtige Limburg. Ik ga maar eens Dylan opzoeken. En inmiddels ben ik bij Dylan binnen. Dylan? Ja? Dit is nieuw. Ik heb een week vlog tijdens februari ook in het weekend. Met de behind the scenes en alle bloopers. Nee, echt? Ja. Is dus, het echt? Ik ga je exposen bij deze. Ja. Nee, maar super gezellig. En wie zijn jullie? Hoi, ik ben Esme. En jullie willen op de foto? Ja. Okay, nou, natuurlijk gaan we even op de foto. Wie heeft de langste? Gaan we doen. En wat het inhoudt, dat merk je ik zo. Niet, maar, ja, bij alle antwoorden is het Rutger, behalve bij één ding, maar ja. Ja, nagels. Ik bijt ze. Kan jij dat tellen? Kan jij dat tellen? We gaan door. Met de tweede. Nou, dit is een beetje hetzelfde. Ik moet even een andere. Hallo, ik hoor schade. Ja, tuurlijk. Ja, daar moeten wij zo ook heen voor de volgende wie heeft de langste. Wat? Nee, drol. Oh. Nee. Oké. Nee, ik weet wel een bepaalde techniek. Dat heb ik op tv gezien. Dan moet je van tevoren zo... Nou, ik denk dat je dan ook eens flauw vallen als je dat doet. Echt? Ja, gast. Oh. Nee, als je dat doet wat je net deed en dan zo op je duim blaast, dan ja. Wordt het flauw. Oh. Oh nee, maar wilde je dat echt niet? Ja? Oké, okay, dan doen we dat niet. Dan doen we gewoon de adem inhouden, maar ik vind het wel een beetje eng. Ja, ik ook. En even, nu hoor ik dit. Hoor je dat? Ja. Maar het gaat... Wow! Dat is heel ziek. Kan jij een stopwatch doen voor de... Hey, als het allebei... Nee, tegelijk. Wie oh ja, opgeeft. Ja, dat kan. Ja, oké. Maar dan hoeft het ook geen stoppasje. Oh ja. Ja, lekker, Rutger. Je gaat er heel goed in. Heb jij een grapje gezegd? Oh, je bent jezelf al een beetje aan het concentreren. Ik heb totaal geen grappig gezicht. Wil je Spa als sponsor houden? Of? Nee. Oh nee, het is dan niet in verheid, dan herkennen ze jouw stem. Hallo, denk je dat iedereen mijn stem herkent als ik hallo zeg? Ik heb nog nooit iemand gehoord die zo'n stem heeft als jij. Vorige week zaterdag vroeg ik jullie om te voorspellen welke YouTubers er afgelopen week te gast zouden zijn. En onder alle goede inzendingen heb ik dit fabuleuze shirt verloot. En Nikita van Krechten is de gelukkige winnares van deze week. Stuur me even een mailtje vanaf het adres waarmee je inlogt op YouTube. Dan gaat het helemaal goed komen. En trouwens, over prijzen gesproken. Afgelopen week zijn de nominaties van start gegaan voor de Veed Awards. En je kunt al jouw favoriete YouTubers nomineren in een categorie naar keuze. Het zijn echt superveel categorieën en mocht ik nou toevallig jouw favoriet zijn in één van deze categorieën, dan zou ik het echt super lief vinden als je mij zou nomineren. Ik heb het linkje om te nomineren eventjes bovenaan in de beschrijving gezet. Maar dan nu, de 5 hints
voor de YouTubers die komende week te gast zijn. En als je het goed hebt voorspeld in de reacties onder deze video, dan maak je kans op dit fabuleuze Halloi shirt. Maar dan moet je wel alle 5 de YouTubers goed hebben geraden. Dus hier komen de 5 hints. Op maandag is de YouTuber te gast die Dionne niet kon raden tijdens onze tattoo challenge. Dinsdag is de meest toepasselijke gast voor die dag te gast. Woensdag heb ik een video samen met iemand waar ik nog nooit eerder een video mee heb opgenomen. En hij is onlangs gestopt met school. Wat ik trouwens niet aanraad, maar goed, moet hij zelf weten. En op donderdag is iemand te gast waar ik afgelopen 2 februari jaren al hele gekke make-up challenges mee heb opgenomen. En vrijdag is de... Oh. Sorry. Dat waren de hints. Ik maak het natuurlijk niet te makkelijk, want er staat wel iets tegenover natuurlijk. Ik ben heel erg benieuwd of je het kan raden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En trouwens niet alleen naar deze video, maar afgelopen video's. Want echt, alle reacties op februari zijn zo leuk. En dan zie ik je gewoon maandag weer om 4:30 middags. Oftewel, 4:30. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei. Mwah.